Als ik een kind zou hebben, een dochter of een zoon, dat maakt mij niet uit, dan zou ik het verhaal beginnen met Khadija. Een zakenvrouw van 40 die een man ontmoet die 15 jaar jonger is dan zij. Ze trouwen, hij werkt voor haar en ze blijven 25 jaar samen. Later wordt hij bekend als de profeet Mohammed.